tweeën. Ja hoor. Daar zijn ze allemaal. Oh, ik heb blaadjes. Ik ga vast een vraag stellen, hoe moeilijk was het? Nou, dat was niet te doen, jongens. Maar toch hebben jullie het gedaan. Jongens, even een applausje. Ze hebben het gewoon gedaan. Hoe in godsnaam hebben jullie het dan gedaan? Wil je dat echt weten? Ja, tuurlijk. We hebben allemaal onze eigen volgordes gemaakt van wat wie voor ons één was en wie bla bla bla. Daaronder. Wie daaronder. En toen zijn we gaan kijken of het bij elkaar in de buurt kwam. En zo zijn we eruit gekomen. Het klinkt heel logisch. Ben je het daarmee eens? Zeg je het helemaal niet, hè? Ik ben het er helemaal niet mee eens natuurlijk, maar we hebben het wel zo gedaan. Nee, we hebben dat inderdaad zo gedaan en het bleek dan nog makkelijker dan dat we hadden gedacht. Echt? Ja. Dat ja. Uiteindelijk wel om tot de winnaar te komen. Waren we eigenlijk gewoon heel snel uit? We waren relatief snel er dan uit, ja. Dat is jouw ding te lezen. Volgens mij, wat dingen jullie gaan eerst een positief. En een tip geven aan elk ding. Ja, we gaan alles benoemen. Alles benoemen. En daarna wordt er dan één winnaar bekendgemaakt. Zal ik gewoon iemand een microfoon geven dat jullie gaan roleren? Of neem jij het woord? Of wat? Ik geef hem gewoon. Komt goed. Ik ga het vertellen, maar ik zeg er wel bij. Sneller schrijven, dus het handschrift wordt steeds lastiger. Maar goed, we beginnen bij nummer 1, dat was de Diamonds. Ik begin gewoon, ik roep maar dingen, hè? Dus tips en tops. Tip. Nou, Rihanna kan niet tippen aan jullie eigen nummer. Dat is de tip. De top. Ja, dat mag best wel kloppen. De top. Mooie samenzang. Stoere vrouwen, ze stralen en ze genieten. Heel veel complimenten. Nummer 2. Top. De podiumuitstraling, nou dat was geweldig. Hele stoere dames, de dames. Ja, ik moet natuurlijk wel even zeggen wie het waren. Inna wie je was, toch? Ja, wie was nummer 2? Dat waren die stoere meiden die zo met die hoge hakken, weet je wel. Ja, precies. Marianne. Susan Pies, Vivienne. Nou, die. De podiumuitstraling was geweldig, stoere dames. Het geheel mag meer samenhang hebben. Dat is de tip. Oké, nummer 3. Dat is Leon of Leon. Top. Nou, prachtige presence, is er hier gezegd. Het is heel mooi dat je een onbekende componist nam voor het tweede stuk. Nou ja, onbekend, minder bekend dan Bach, waar je mee begon. De tip van de dag. Het publiek heeft niet door als je er even naast zit, maar door jouw waanzinnig mooie frons hadden wij dat heel snel door. Dus probeer meer op te gaan in de muziek, want het is prachtig als je dat doet. Oké, dan gaan we door naar Merel. I'm done. Waar sta je? Want het is toch wel vriendelijk om even tegen iemand te praten. Ja. De tip, daar begin ik mee, dat is door de professionals gezegd. Eerst rechter zingen, dan kunstjes. Snap je wat ik daarmee bedoel? Want het gaat een beetje ten koste van wat je vertelt. Nou, de top is, je hebt een prachtige stem met een hele mooie stem. De start was heel prettig, een hele stoere opkomst. De tip, en dat komt ook van een kenner, om een band als Tool te doen, moet je heel hoog muzikaal niveau hebben. En daar kwamen jullie nog net niet aan. Maar, helaas. Maar dat mag de pret niet drukken, hoop ik. Dan hebben wij de Etta James, de dames. Ja, waar staan ze? Sta ook daar. Ergens. Heel fijn, de top is gezegd. Fijn dat jullie zo'n icoon hebben gekozen uit een grijs verleden. Hele mooie samenzang, soul. Het geheel was erg goed. Tip, ga zo door, verder uitbouwen. Verder uitbouwen, meer met elkaar, meer. Oké, dan hadden we de film. Ja, goed gespeeld, goede tekst. Ja, dat is dan de top. Echt goed gespeeld, echt goede tekst. De tip,
de kwaliteit van de opname. Ja. Ja, daar kan dan nog wel weer wat aan gebeuren. Iemand zegt ja. Maar dat is het oké. Dan zijn we bij Dizzy Lizzy. Waar staan ze allemaal? Waar staan ze? Oké, nou, prachtige zang. Hele mooie samenstelling. Heel fijn om naar te luisteren. Tip. Ook de samenhang kan beter in de loop van het nummer. Het begon heel sterk. En dat is heel bijzonder als je met zoveel muzikanten op het podium staat. Oké, dan gaan we door. Nummer 9, 10. Ja, Micha. Tip. Ja, daar ben je weer. Ja, top. Je hebt bijna jij hebt een hele rare stem. Een bijna een klassieke stem, bedoel ik daarmee. Nee, maar je hebt een mooie... Ja, je kan zo de musical in. Nee, je hebt echt een mooie klassieke stem. Heel super authentiek. En tip, ga je solo act uitbouwen, want daar kan nog best wel wat meer bij. Dan gaan we door naar Liz en Floor. Waar zijn jullie? Ja, dames. Ik moet eerst even iets zeggen over het gedoe met de microfoon. Don't worry. Het maakt niet uit. Wij zien dat jullie heel veel kunnen. En dat jullie nog maar net samen spelen. Dat is heel jammer. Want we zouden willen dat jullie nog veel meer samen spelen. En nog veel langer. Want jullie hebben prachtige samenzang, mooie stemmen. Jullie moeten meer samen doen. Jullie hebben een mooie tekst, een mooi verhaal. En de tip, ook als het misgaat, geniet meer. Oké. Zijn we bij Los Papayanos? Zeg ik dat goed? Waar zijn... Papamonos. Oh ja, Papamonos. Papamonos. Los Papamonos. Ja, nou ja, Bon. Waar staan jullie? Hier, ja. Nou, hier staat zeer muzikaal. Het klopt, samen. Het is heel erg knap. Ga alsjeblieft verder, anders is het zonde. Dat was het. Ja. En dan gaan we naar het slotduet gedans. Waar zijn ze? Ja, jongen. Ik vind het echt zo verschrikkelijk mooi gespeeld. Gespeeld, hè, zeg ik. Dus jullie acteerden het ook nog eens heel mooi. Ook nog eens een heel erg mooi gedanst. Een heel mooi duet. En ik moest heel hard huilen. Dus dat heel veel complimenten. Nou, ik kan daar ook geen tip meer bij drinken. Maar! Oh, je hebt een tip. Ik heb een tip. Auditie komen doen bij Docs. Oh, dat is een goede tip. Ja. Voor meer mensen van vanavond trouwens, een goede tip. Aan het einde van juli ergens, wanneer is dat dan? Ja, Docs, www.theaterdocs.nl. Ik reclame maken. De winnaar, mag jij zijn? Ik ga niet zeggen ze wie, maar het was een spannende tweestrijd. Er waren verschillende mensen op één en verschillende mensen op twee, maar dat waren wel twee in dezelfde groep. De anderen zullen het nooit weten, maar de ene wel. Ik ga het gewoon niet zeggen, ik ga het doen. Mannen. Gefeliciteerd! Op 1 juli voor 900 man in het De La Mar Theater staan. Hè?
Ik ga gewoon even mensen wat vragen. Namelijk jij, dit is jouw nummer. Is het nieuw of had je. Ja, de directeur van de Spino zei ook wel. En volgens mij iedereen in die zaal hier ook wel een beetje. Hoe blij zijn wij voor hun? Ja! Beste jongens, jij wilde wat zeggen? Ik moet wat zeggen. Talentvolle nieuwe artiesten, maar deze man hier op deze leeftijd, wat hij al neerzet, ik denk dat er heel erg veel belovend is voor de toekomst. Dus de aanmoediging om door te gaan, die is echt oprecht. Ik zou dat echt doen als die was, want die zijn nu al op een ongelooflijk mooi niveau. Scholen zijn aan het Rozentuin Festival. En de wildcard. De wildcards worden bekendgemaakt als we alle forums van alle scholen hebben aangezien. Er zijn 4 wildcards en er zijn 9 scholen. Dus we moeten eerst alles zien maken. Zinderende strijd. Hoe lastig verwachten jullie dat jullie het gaan krijgen, Sam Spaat? Nou, er zijn 9 scholen en dat zei Betty ook. Hoe lastig verwacht je? Als je bedenkt dat er ongeveer echt zijn per school, zeker gemiddeld, dan kun je ervan uitgaan dat er dus ongeveer 90 echt gaan zijn waar je er 4 uit moet kiezen nadat. Dus dat is best een opgave. Je kan het. Ayo, Maki. Je kan het. Zuipenfeestje. Ja? Feestje, afronden. Het is weer duidelijk. Beste mensen, dus ik zie jullie of in deze komende dagen op de Rozentuin van een andere school, of en jullie in het LMR. En voor nu wil ik gewoon knettergroot applaus voor deze gasten. En voor alle jongeren! Ja, straks.